bent u daarop gekomen op dit, om dit te maken? Ja, ik dacht 800 jaar uit Zouwingen. Dat is de moeite dat ik er ook eens wat aan doe. Iets maken of zoiets in de smederij. En na wat denkwerk en wat tekenwerk ben ik dus maar begonnen. En dit is dus het resultaat geworden. Hoe lang bent u eraan bezig geweest? Ja, ik schat zo ruwweg 100 arbeidsuren. Dat is een hele klus, of niet? Ja, het was een hele klus. Maar ik heb er met heel veel plezier aan gewerkt. Niet alleen omdat het een mooi karweitje was, maar vooral ook omdat het voor Touweland was. Wat is er nou zo bijzonder aan het dorpje Oud-Zabbingen? Nou, het is in eerste plaats natuurlijk 800 jaar. Dat is al heel erg oud. Dat is wat dat betreft wel een bijzonderheid, lijkt me. En er is ook relatief weinig gebeurd in de loop der tijden. Dat wil zeggen, omliggende plaatsen zijn overstroomd. Er zijn allerlei verschrikkelijke rampen gebeurd. Maar Oud-Zabbingen heeft dat niet gekend. Pas in 1953 is het onder water gelopen. Dus dat maakt het bijzonder. Wat wel jammer is dat natuurlijk in 1572 de kerk is verdwenen ten tijde van de 80-jarige oorlog. De opstand, het begin van de opstand tegen Spanje. We weten niet zeker of het de watergeuzen waren of dat het de Spanjaarden waren. Maar die hebben de kerk in ieder geval in brand gestoken. De fundamenten zijn in de jaren 70 weer gerestaureerd. En wat ik zelf heel bijzonder vind van zo'n klein plaatsje. Er wonen hier misschien 228, 229 mensen. Maar dat het zo'n actieve buurtvereniging is. Ze doen zo'n hoop hier. Is dat altijd al geweest, ook in de geschiedenis? Dat weet ik natuurlijk niet, of dat lang geleden ook zo was. 800 jaar geleden zeker niet. Maar ze zijn hier de laatste jaren zeker heel erg leuk bezig met de Dag van het Oude Land. Waar duizenden mensen op afkomen met oude spelen, met ambachten, dat soort dingen. En dat maakt het hier toch wel heel erg leuk. Gaat u nu stoppen met het smeden, met het smidwerk of niet? Nou, zolang we hier nog wonen, dan zal ik als hobby zal ik zeker nog wel eens achter het... Het aanbeeld gaan staan. En dat vind ik altijd bijzonder leuk. Als het vuur hoog oplaat en de vonken rond je vliegen. Dan denk ik ook aan al mijn voorvaders die ook smet waren. En die altijd van 's morgens vroeg tot 's avonds laat achter het vuur stonden. Ik herinner me de winkels nog in Oud-Zabbingen. Bijvoorbeeld bij Lena met huishoudelijke artikelen. Of de bakkerij die er waren, bakker Boer en bakker Karreman.